Het AOV-fonds heeft sinds dinsdag 1 september een nieuwe directeur, namelijk Rosette van Varsseveld. Deze afdeling valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO. Zij is iemand die het hart op de juiste plaats heeft, zegt SOSAVO-minister Uraikit Ramsaran. Van Varsseveld is klaargestoomd voor het werk en zal in dat kader ook de nodige beleidsplannen moeten presenteren aan de bewindsman. Gezien de financiële economische situatie in Suriname moeten wenselijkheden volgens de bewindsman op een creatieve manier gerealiseerd worden. Minister Ramsaran merkte verder op dat het werk de komende tijd niet lichter zal worden. Maar door nauw samen te werken zullen de nodige resultaten geboekt kunnen worden ten gunste van de samenleving. Van Varsseveld beseft als nieuwe directeur van het AOV-fonds dat de functie die zij nu bekleedt geen makkelijke is. Ze is evenwel bijzonder gemotiveerd om samen met het personeel te werken aan belangrijke kernwaarden zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid, transparantie en integriteit. Verder heeft zij als prioriteit gesteld het verbeteren van de klantvriendelijkheid naar de senioren burgers toe, verbetering aanbrengen in het betaalsysteem als ook het AOV-fonds naar grotere hoogten brengen.